Ik ga nou lekker even naar buiten met de dames, de frisse lucht in, dat is goed voor me. Want die moet je wel bij zien te houden, frisse lucht. Leuk haar. Gewoon een kerstboompje, gewoon neutraal, ik vind hem mooi. Prettige kerstdagen, gelukkig nieuwjaar en een gezond 2022 toegewenst. Goedemiddag lieve vrienden, het is vandaag alweer dinsdag, al lang, ja. Het is al 4:15 en we leven vandaag op de 14e van de 12e alweer, wat gaat dat hard hè. Ja, en ik zie er nog steeds niet uit, nee, ik ben ook nog steeds ziek, ja, en dat zal ook allemaal niet 1, 2, 3 overgaan, nee. Dat heet wanneer ik de corona oploop, ja. Maar het komt allemaal goed hoor, ja, ik heb nog steeds geen koorts, ik ben gewoon eigenlijk lodderig van de verkoudheid. Tranen lopen uit mijn ogen, ik kan soort een emmertje aan mijn neus hangen en ik hoest zo nu en dan eventjes flink. En voor de rest mogen we niet klagen en ja, ik ben heel erg moeder ook door en daardoor, ja, vannacht, ik sliep bijna en dan kreeg ik een schok door mijn lijf en dan ben ik gelijk weer wakker. Ja, dat is ook niet leuk. Maar welkom bij weer een nieuwe vlog van Coriena en De Beestenboel. Gisteren ben ik hem weer vergeten af te sluiten. Maar ja, dat zijn jullie van mij gewend. En dan krijgen jullie wel weer een of ander plaatje erachteraan met een tekst erin. Ik ga nou lekker even naar buiten met de dames. De frisse lucht in, dat is goed voor me. Want die moet je wel bij zien te houden. Frisse lucht, zonlicht moet je zien te vangen. Dus ja, komt allemaal goed lieve vrienden. Gewoon vol goede moed blijven en dan komt alles wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer vandaag woensdag en we leven om 15:33 en we leven op de 15e van de 12e december. Dus, ja, 5, ja, dat zegt het al genoeg. Ik ben nog steeds zo beroerd als een hond. Ja, misselijk in blok, niks aan. Maar ja, het komt hopelijk wel weer goed. Ik ga mijn meisjes even uitlaten en dan ben ik weer binnen. En ik heb 3 kaarten gekregen. Dat gaan we straks samen openmaken. Maar ik ga eerst mijn meisjes even uitlaten. Dat heeft voorrang. Dus dan kom ik straks gewoon weer even lekker retour om samen die kaarten open te maken. Van wie ze afkomstig zijn. Dat is gewoon alleen maar leuk. Ja, dat vind ik gewoon gezellig. Ja, ik ben lang niet in orde mensen, nee echt niet, maar het komt ook wel weer goed. Voordat ik een oud kereltje ben, of niet dan? Ja, denk ik wel. Maar in ieder geval lieve vrienden, geniet van jullie dag en geniet ook met ons mee. Ik zou zeggen tot later. Lieve vrienden, ik ben weer thuis, ontlopen met mijn meisjes en ik had beloofd die kaarten met jullie te openen. Nou, ik heb er 3 ontvangen, dus we zullen het beleven. Deze weet ik al, die komt uit Lisa vandaan, die moet nog bellen, die weet nog niet dat ik ziek ben. Van onze Corrie. Leuk haar. Gewoon een kerstboompje, gewoon neutraal, ik vind hem mooi. Prettige kerstdagen, gelukkig nieuwjaar en een gezond 2022 toegewenst door Corrie en kusjes. Lieve, ja echt wel. Maar in ieder geval, die hangen we zo meteen op. Dan pakken we de tweede. Vrede op aarde, gosje, ik vind dit zo mooi. Die vind ik echt zo mooi. Van je moet pushen. Kijk, ben jij. Dezelfde kleur. Van mijn surrogaatje Wilma uit de andere wijk. Wilma en de vriend en haar dochter. Wilma, Marcel en Samantha. Met een paar hartjes. Leuk. Dank jullie wel, lieverds. Nou, die kunnen we ook ophangen. Nou, dan pakken we. De volgende. Dat zie ik amper. Oh, dat is een een vogelhuisje met een gietertje en een molen en planten. Goede kerstdagen, voorspoedig nieuwjaar. Nou, hier is hij. Ik hoop dat jullie hem zo wat kunnen zien. Nou, ik zal kijken of wie die... Ja, dat dacht ik al wel. Dat dacht ik al wel aan het handschrift te zien. Dankjewel, lieve Jan. Hartstikke bedankt. Jan van Dam uit en Meloord. Nou ja, dat is toch lief. Ja, dankjewel. Ik krijg nog een kusje, ook voor jou. Ben ik blij mee. Ja, ben ik blij mee. Dat ik een kusje krijg. Gaan we eens even ophangen. Daar op dat rek. Die kant op. Dat rek. En die kant op. Zo ja, die. Daar ga ik hem ophangen. Ja. Doe nou eens even, wat is dit nou? Ik kan niks beginnen met jullie. Wat is dit die? Kijk, er hing al een kaart. Die had ik al, maar die heb ik nog niet zo lang. Die heb ik al gekregen. Hangen we die hier weer bij. Kom, knijpertje, die kant op. Oh, willen we niet. Niet zo eigenwijs zijn. Hop. En dan die. Daarbij. En dan die. Voilà, hangt dat ook weer te hangen. Zo. Ja, hangt weer te hangen. Jullie zijn net bij binnen. Zat hij alweer bij de tuin door. Die is gek. Maar oké, lieve vrienden, ik weet niet wat ik ga doen. Ik denk dat ik toch maar zo meteen weer naar bed ga, want ik ben echt zo beroerd, zo beroerd. Dat wil je niet weten. Ik durf geen eens geen koffie te drinken, dat kun je nagaan. Ik neem zo meteen een droog stukje brood, kijken of dat wil. En dan zien we wel weer. Maar wat ik wel gedaan heb, dat is mij helemaal lekker gaan watsen. En ik heb mijn haar nog niet. Want daar had ik het fut niet meer voor. En dus, maak ik mij wel lekker helemaal van top tot teen gaan wassen. En ja, wat ik zeg, dat niet. Nou, morgen weer een dag en anders vrijdag of zaterdag. Ik zie wel hoor. Moet ik even fut hebben. Ja, moet ik fut kopen. Heb ik nou niet, nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ja, we komen er wel weer doorheen. Ja hoor, ik zou zeggen tot later maar weer. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is zeker alweer lang al avond. Het is 22:37. En ik wens jullie namens Coriena en De Beestenboel, eentje boven. Wens ik jullie nou allemaal een hele fijne, verdere, liefdevolle avond toe. Geniet ervan. Voor straks welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Geniet van alles met wat jullie gaan doen. En waar jullie over dromen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, hier helemaal uit Den Helder vandaan. Coriena en De Beestenboel. Ja, ik wou jullie een mededeling doen. Ik ga eerst nou aan mezelf denken. Voordat ik weer überhaupt een vlog in elkaar ga zetten. Dus er komt voorlopig even geen vlog online. Het spijt me daar enorm voor, maar ik ben er te belabberd en te beroerd voor om een vlog steeds iedere dag in elkaar zien te krijgen. Ik ben heel erg moe. Ik slaap heel erg veel. Ik kan er echt niks aan doen. Nee, ik ben nu eenmaal ziek, punt uit. Ja, daar kan je niets aan doen en ik denk dat ik niet de enigste ben. Die dan zegt van, bekijk het allemaal maar even. Ik ga eerst even zorgen dat ik een beetje opknap en dan zien we wel weer. Ik zal wel overdag filmpjes op gaan nemen, et cetera. Maar ik zet niks in elkaar. Vandaag heb ik dus helemaal niet gefilmd. Dit wordt dan het eerste stukje. Maar dit gaat straks gelijk naar YouTube. En dat deel ik gelijk even rond. En ja... ja, Ik heb de hele dag ook liggen te slapen. Af en toe ben ik wakker geweest. Even naar de wc, de hondjes even in de tuin, etc. Nou ben ik ongeveer 2 uur eruit. Ik heb ook wel met ze gelopen. Nou, lekker rondje gracht weer. Lekkere vrienden, frisse lucht, want dat doet me ook wel goed. En ze hebben net een bak vol met eten gehad, en schoon drinken gehad. Allebei de bakken schoongemaakt eerst voordat het nieuw inging. En nou ligt Elving lekker naast me op de grond. En waar Rijka is. Nee. En daar. Hé meisje. Ja, vrouwtje ziek hè. Ja. Dus ja, dat zou ik jullie allemaal even mededelen. En ik hoop dat ik toch een beetje op mag knappen voordat de kerst er is. Want om nou zo op deze manier de kerstdagen door te brengen lijkt me ook niet voor mezelf, niet voor mijn dieren. Nee, maar ook voor jullie niet. Maar oké, lieve vrienden, er staat ook nog wat in petto voor de kerst. Dus dat ben ik ook nog wel mee bezig. Dus ik ben wel bezig, maar op een andere manier. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Jullie zien zelf wel weer een vlog voorbij komen. En ook probeer ik met de kerst sowieso, hoe noem je dat? Online te wezen, even dat ik kersttoespraak hou of wat dan ook, op wat voor wijze dan ook. Komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En hopelijk tot snel. Doei!